Breda Nu. Je weet het meteen. In het Breda's Museum is de tentoonstelling Dat is ook een portret geopend. Hierin is de ontwikkeling van het portretteren door de tijd heen te bekijken. Ja, dat is natuurlijk leuk. Ik heb een selectie mogen maken uit de collectie. En dan kom je natuurlijk oude werken en nieuwe werken tegen. En bij deze van Verschendel, een zelfportret, zie je nog heel duidelijk. Hij portretteert zichzelf helemaal niet als kunstenaar bijvoorbeeld. Maar eigenlijk als de wetenschapper die hij is. Het stapeltje boeken wat hij naast zich heeft. Echt van kijk mij is belangrijk zijn. Wat onderscheiden van de ambachtsman die de kunstenaar ook was. En hij krijgt, dat is bekend ook van dit werk, is ook wel een grapje. Hij krijgt een ridderonderscheiding nog nadat het schilderij al af was. En die schildert hij er nog even bij. Dus dat zegt natuurlijk iets over de eerzucht van die man. Eeuwenlang stond het ego van de afgebeelde persoon in de kunst centraal. En vanaf de 20e eeuw veranderde dat. Toen werd steeds meer de persoon en het verhaal achter de persoon belangrijker. Cecile Verwaaien pakte natuurlijk heel anders aan dan Petrus Verschendel. Dit is ook misschien wel het meest recente werk in de hele tentoonstelling. Het is echt net af. Zij heeft hier haar eigen zelfportret eigenlijk gemonteerd in een beeld wat ze kent. Een klein houten beeldje uit het Rijksmuseum van de Mater Dolorosa. Ze heeft dat beeld gebruikt en getransformeerd naar een zelfportret. En dat heeft ze helemaal met de hand geborduurd als een soort vorm van troost, wat natuurlijk de Mater Dolorosa ook was. En daar heeft ze ook een hele mooie titel, You May Leave Your Sadness, hier in de rand geborduurd van het werk. Wat het eerste in mijn hoofd opkomt is hoe ontzettend moeilijk het is om een portret te maken. Daar heb ik 10 seizoenen lang alle afleveringen bij alle schilders met verbijstering naar staan te kijken. Dat ze gaan zitten, ze gaan kijken, ze gaan een omtrek maken. En nou, dan is al de eerste momenten, zijn al dat je denkt, hey, daar verschijnt iemand alsof het uit de ontwikkelaar van een foto kwam, de vroegere ontwikkelaar. Dat vond ik dat ik het een heel moeilijk vak vind. Schildersnamen als Gerard van Honthorst, Petrus van Schendel of hedendaagse namen als Steun Hoks of Peter Kantelberg. Onder grote belangstelling wordt hun werk hier bekeken. Ja, de veelheid vind ik dus juist belangrijk. Ja, dat vind ik dus wel goed, omdat het ook de bedoeling is om dat op verschillende manieren te kunnen benaderen. Dus het thema portret, ja, wat al eeuwen bestaat. Wat ik daar wel vind, dat, ja, en daar kom ik een beetje op technieken, ja, ja, dat gaat niet anders, want dat is heel duidelijk in deze tentoonstelling. Ja, dan zou ik zeggen, dan mocht dat in sommige gevallen wel een strengere selectie zijn. Maar kwaliteit, dat kun je moeilijk beoordelen. Hè. Ik vind dat er heel mooie werken hangen. Ook degene die dan abstracter zijn, dat moet ook kunnen. Ik vind een slecht portret bestaat niet. Ik vind dit het mooiste schilderij, omdat het net echt lijkt. Vooral de waterdruppeltjes.